gezien de energieprijzen, hou ik per maand gewoon niks meer over om te eten. Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. In dit programma wijzen we je de weg. Bokstel biedt iedereen een helpende hand. De Voedselbank is een zelfstandige stichting, net als meer dan 170 anderen in Nederland. En wat we doen is voedselpakketten verzorgen voor mensen en gezinnen die hier iedere week langskomen. We werken met 90 vrijwilligers en de voedselvoorziening, daar betalen we niet voor. Dat komt overal vandaan, uit een landelijke stroom, maar ook van boeren, van supermarkten, van voedselbedrijven in ons werkgebied. Alle klanten en gezinnen die hier komen, die komen één keer per week. Dan delen we een voedselpakket uit met een winkelwaarde van 50 tot 70 euro. Goedemiddag, Tini. En dat betekent, als je dat krijgt, dan bespaar je dat op je maanduitgave. Dat geeft iets meer lucht in de portemonnee om de andere dingen geregeld te krijgen. Ik kom bij de voedselbank omdat ik het gewoon niet meer rond kan komen van mijn bijstandsuitkering. Gezien de prijzen in de supermarkt, gezien de energieprijzen, hou ik per maand gewoon niks meer over. Dan zou ik eigenlijk ongeveer 2 weken zonder eten moeten zitten omdat ik geen geld meer heb op mijn rekening om naar een supermarkt te gaan. Kijk eens. Lekker broodje. Nou, dat was het weer. Tot volgende week. Ik heb veel schaamte moeten overwinnen om mijn eigen aan te melden. Van, ja, wat denken mensen wel? Je moet daar naartoe, et cetera, et cetera. Maar ik kan het iedereen aanraden, want je wordt hier heel hartelijk ontvangen. Want ze willen echt iets voor de medemensen doen. Heel fijn dat je inderdaad hier bent aangeland. Je kent de voedselbank, neem ik aan. Ja, want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Als iemand zich aanmeldt voor voedselbankondersteuning, dan arrangeren we zo snel mogelijk een gesprek met elkaar. In dat gesprek met de inteker wordt vastgesteld of de potentiële cliënt in aanmerking komt voor die ondersteuning met een voedselpakket. Dat heeft iedere keer als je wekelijks komt. Iedereen die te weinig geld heeft om voldoende voedsel te kopen, die komt in aanmerking voor een ondersteuning door de voedselbank. Je kunt je aanmelden bij de voedselbank via een van de contactadressen die onder andere op de website van de voedselbank staan. Ons uitgangspunt is eigenlijk dat de ondersteuning met voedselhulp, dat gedurende een beperkte tijd is. Want de bedoeling is natuurlijk dat mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen zouden kunnen staan. De klant die komt binnen ineens een karretje. Met het winkelwagentje gaan we naar de eerste afhaalbalie. Bij de afhaalbalie staan klaar mini-kratten en voor de grote gezinnen. Daar neemt de klant producten uit. Dus ik pak nou eventjes een peperkoek eruit. Dan vervolgen we de route naar onze koeling. Veel zuivel, zoals je ziet. Je ziet hamburgers, tomaatjes. En ik ga erin gooien lekkere frietjes. En de vriezer is de keuze reuze. We hebben vega, vis, we hebben rund, we hebben kip, een pizzatje. Maar net wat je wil hebben. Van daaruit gaan we naar ons groentewinkeltje. Daar neemt de klant een tasje met allemaal lekkernijen en daar zit in tomaatjes, paprika, sinaasappel, appel. We zullen een tasje nemen.
dan kunnen ze hier verse producten meenemen. Zoals appeltje voor hete bliksem te maken, savooikool, prei. Ons laatste onderdeel, onze broodassortiment. Ik neem gelijk een gezonde. De kar is goed gevuld, men gaat het huis uit met een tevreden blik. En wij zeggen dan als vrijwilliger, daar doen we het allemaal voor. Ik zou eigenlijk tegen alle mensen willen zeggen die in een situatie zitten waardoor ze niet meer gezond kunnen eten of überhaupt kunnen eten en zeker met kinderen. Schroom je alsjeblieft niet. Kom naar de voedselbank, meld je eigen aan, want anders gaat je gezondheid eraan en dat is veel en veel erger. En natuurlijk is ons ultieme doel dat we de voedselbank kunnen opheffen, dat niemand ons meer nodig heeft. Alleen, we zijn wel bang dat dat nog even zal duren en tot dan ben je gewoon van hartelijk welkom bij ons en we hopen ook echt dat je die stap zet. Doe dat gewoon, het helpt je echt.